Ja, Wagner, ten eerste, hoe gaat het? Goed. Goed, ik ben weer fit en ik mag eigenlijk spelen voor Heerenveen. Dus ja, ik hoop mij niet klaar. Wagner Haan is terug onder de lat bij SC Heerenveen. De 25-jarige doelman raakte in de eerste wedstrijd van het seizoen geblesseerd aan zijn schouder, waarna Wagner 12 weken moest revalideren. Ja, dat moet heel zwaar zijn geweest. Ja, dat is niet leuk. En ook thuis was het dan af en toe wel moeilijk. Hè? Ja, het waren lange dagen. En op het begin natuurlijk ook heel vervelend. Je kan niet zoveel doen. Op het begin is het vooral rust nemen. En dan, naarmate het beter gaat, je eigenlijk steeds fitter wordt, dan wordt het pas steeds moeilijker, want hoe dichter je tegen het team aankomt en hoe langer je nog niet bij de selectie zit, hoe moeilijker het wordt. En gelukkig hebben ze me goed begeleid in het proces en zijn mijn teamgenoten er voor me geweest. Dat was heel erg prettig, maar dat het lastig en moeilijk was, dat kan ik zeker wel zeggen. Ja, en had je daardoor misschien ook nog meer extra drang om te gaan vlammen weer? Tuurlijk, dat sowieso. Maar Dat heb ik altijd en weet je ook, de jongens geven je vertrouwen en probeer je ook te helpen daar waar nodig. En de eerste paar keer dat je dan weer terugkomt op het trainingsveld, dan voel je toch weer onderdeel van het team en dat heb je dan toch gemist. Als je geblesseerd bent, ben je toch maar in je eentje. Het is zoals het is en ik ben blij dat ik gewoon weer bij ben. En voor jezelf, was je eerder fit dan gedacht? Hoe ging dat? Nou ja, voor mezelf niet. De club had natuurlijk wel rekening gehouden dat het een lange tijd zou duren. En als het dan sneller gaat dan is dat prettig voor mij. Dan is dat ook prettig voor de club. En, ze hadden natuurlijk Martin gehaald om mij te vervangen in de tijd dat ik geblesseerd was. En helaas is hij dan geblesseerd geraakt op het moment dat ik weer fit was. Dus we hebben elkaar eigenlijk afgewisseld en ik ben blij dat ik weer kan voetballen. Haan speelde in de uitwedstrijden tegen Sparta en FC Twente weer 90 minuten mee. En ook in het thuisduel tegen PEC Zwolle verdedigde hij het doel van SC Heerenveen. Dit betekende voor Wagner zijn eerste duel in een vol Abelenstra stadion. Mooi. Zeker. We hebben gewoon een fantastisch stadion. Nou, ik heb afgelopen weekend aan de eerste thuiswedstrijd gespeeld. Niet het resultaat wat we wilden hebben, maar toch, ik moet zeggen, het zat goed vol. En ik heb het hier prima naar mijn zin. Mooie club. En al met al ook gewoon een hele leuke groep om mee samen te werken. Dus ik ben heel erg tevreden. Haan was deze zomer de eerste versterking van SC Heerenveen. En na zijn presentatie in het Abelenstra stadion maakte de geboren Rotterdammer de belofte om het Fries volkslied te leren en mee te zingen. En belofte maakt schuld. Ik heb meegezongen. Ik weet niet of je het op camera hebt. Heb je het op camera? Ja? Nou ja, prima. Dan kunnen we dat laten zien. Nee. Ik heb beloofd dat ik het zou zingen en dat ik het zou leren. En dat heb ik ook gedaan. En elke keer als we een thuiswedstrijd spelen, dan ga ik dat ook zeker doen. Ken je hem al helemaal? Of? Ik ken hem helemaal. Ja. Fries bloedjog op. Onoas broes en sieden. En poenstig. Op uw sieren om. Ja, toch is hier. Vlin op Wajon, het beste land van Tieren. Het Frieske land, vol eer en rom. Nou ja, dan klinkt dan in Davië, vier in het droom. Dien alle ere, o Frieske broem. Ja, knap hoor. Best goed, toch? Zeker. En weet je ook wat je zingt? Het gaat erover dat het Friese bloed door je aderen moet bruisen en sideren of zo. En over het Friese land, dat het beste land van van de aarde, of ja, niet? Ja, eigenlijk wel. Best aardig. Ben ik niet helemaal mee eens. Ik hou van Rotterdam. Dus, nee, maar is goed. Nogmaals, ik kom hier en ik speel nu Heerenveen. Dus ik moet ook Heerenveen vertegenwoordigen. Dus vandaar dat ik gewoon lekker mee. Ja, uit bij Sparta was natuurlijk 0-0. Niet te veel te doen gehad. En zat er misschien ook meer in.
En gelukkig hadden we tegen Twente weer voor het eerst sinds lange periode dat we weer een keer de 3 punten pakken. En hier thuis was het wat lastiger tegen PEC Zwolle. Komen we goed 1-0 voor en hadden we het eigenlijk al moeten afmaken om het ons wat makkelijker te maken. En, ja, het is een winst en gelijkspel en verlies. En ik hoop dat we in de komende periode gewoon lekker veel punten gaan pakken. En te beginnen bij Roda uit. Ook dat zal moeilijker worden, maar ik denk dat wij wel in staat zijn om met dit team gewoon hoog oog te gooien. Dus. Na zijn blessure mocht Haan met maar weinig wedstrijdritme meteen weer in de basis starten. Maar de doelman lijkt daar geen moeite mee te hebben. Ik heb natuurlijk wel de eerste 3 maanden heb ik gewoon volledig meegedraaid. Dus ik ken de jongens sowieso wel. Alleen voor het publiek en het start van de competitie heb ik natuurlijk wel gemist. Alleen ik ben de rest van de voorbereiding ben ik gewoon bij geweest. Dus. Het is niet dat de jongens nog nooit met mij hebben gespeeld en dat ze zo erg aan mij moeten wennen. Maar ik weet niet, we hebben weinig weggegeven. Alleen wat ik net zeg, wel 2 tegendoelpunten tegen PEC. En daarvoor was het prima, dus dan moeten we dat maar zien vasthouden. Ik zit heel goed op mijn plek hier zo. Ja, ik heb natuurlijk via vele omwegen ben ik nu hier terecht gekomen en ik heb prima naar mijn zin. Nogmaals, Heerenveen is een hele mooie grote club. En de resultaten zijn nog niet altijd wat we willen, maar ik zit hier prima op mijn plek en ik denk dat het alleen nog maar beter kan worden.